Pasken nog nooit de Petrus heb beklommen. Op de Mert nog nooit ben angeland. En als je nooit in de Langspier hebt gezwommen, in uw een boot of mee in een zwemband. Heb je nooit in een campina rondgelopen, in het land van bos en van zand. Dan ben je nooit hier zomaar in het zuiden, dan fietst je nooit hier zo over straat. Dan loopt er nooit door ons mooie centrum, dan ligt er niet waar de dommel in een gat. Als je nog nooit van Munsel gehoord hebt, en zullen ze nog nooit hebben bezocht. Als je nog nooit... Waarom ging dat bankje eigenlijk weg? Ja, dat weten we nou eigenlijk nog steeds zelf niet waarom dat het eigenlijk weggegaan is. Het is in een keer weggegaan en daar hebben we onze eigen voor ingezet. We zijn met z'n drieën naar het gemeentehuis geweest, Ben, Monique en ik. En ja, daar hebben we toch weer geprotesteerd. En ja, jullie hebben nou het nieuwe bankje, maar het komt op een andere plek te staan. Hoe is dat voor jullie? Voor jou misschien eventjes? Nou, dat maakt eigenlijk niks uit wat zo, Hans. Het gaat er ons maar over uit waarom dat het weggehaald is. Dat moet eigenlijk eerst weten. En dan weten we ook nou waarom. En wie er eigenlijk opdracht voor gegeven heeft, daar moet een opdrachtgever geweest zijn. En dat weten we ook inmiddels. En dus ik ben ook blij dat we dus toch gewonnen hebben, dat we ook weer een bankje terug hebben. Maar wie heeft het dan eigenlijk weggehaald? Ja, de gemeente in opdracht van. En in opdracht van wie? Erik van den Broek. Nou, we zeggen nooit aanhouders zijn de winnaars. En wij hebben zo lang aangehouden dat we toch gewonnen hebben, dat bankje terug is. Maar wat is nou het belangrijkste geweest dat ze de overtuiging hebben gehad dat toch terug te zetten? Ja, dat weet ik niet. Wij hebben eigenlijk nou toch wel wat behouden. Dat is een nieuw bankje. En dan staat het wel niet op de oude plek, maar het is zo goed. En nou kunnen we weer toch lekker in de zon zitten en elkaar een beetje communiceren. En... Het bankje is voor iedereen. Het is niet alleen voor ons, maar voor een hele gezamenlijke gemeenschap doen we het voor. En we hebben dan al dingen, dan je bent boks naar als, erop laten zetten. Dat gewoon ook voor iedereen en ja, dat iedereen gebruik van kan maken. Die hangjeugd die naar ons komen, die hebben door de grootste, ja, die maken door dat waterpunt kapot, die vuilnisbak, het bankje. En ja, door is het eigenlijk al mee begonnen. En toen hebben ze maar gezegd, halen we dat bankje weg. Ja, maar zo werkt het niet. Vandaag is het dus een feestelijke dag voor jullie, maar jullie hebben ook nog een verrassing, geloof ik, hè? Ja, voor het gemeentebestuur, voor Mark Buijs en Erik van den Broek, hadden we nog gebak gehaald voor hun. En die gaan we dadelijk nuttigen in het gemeentehuis. Wij hebben ook eerlijk gezegd het eerste gesprek gehad op het gemeentehuis. En daar had een burgemeester ons uitgenodigd, ook met een netjes met een schokoladenbol. En dan sluiten wij het netjes af, ook met een schokoladenbol. En dan gaan we dadelijk naar het gemeentehuis toe. Zo te zien denk ik dat vandaag dat nieuwe bankje onthuld zal worden. En hoe vind je dat er wordt teruggeplaatst? Dat vind ik een heel goed idee. En waarom vind je dat een heel goed idee? Nou, deze mensen die waren gewend om een eigen plekje te hebben. En waarom ook niet? Ik bedoel, het zijn wel oudere mensen. En ik vind dat gewoon een goede zaak. Dat die ook een eigen bankje hebben waar ze rustig een praatje kunnen maken en zo. Ja. Maar ik denk dat het voor de mensen heel leuk is om samen te zijn. Om lekker te kletsen. Heel belangrijk. Ja, echt heel belangrijk. Dus u bent ook blij dat het weer teruggeplaatst is? Ja, natuurlijk. Ik vind alle mensen het liefst het gelukkigste zijn. Lekker kletsen, samen zijn. Ja, leuk. Kunnen mensen weer zitten, denk ik. Ik vind het waardeloos dat het doorstaat. En wat zou jij dan gedacht hebben? Wat vroeger altijd gestaan hebben. Ik kom hier al van 1970 in Boksel. En ik heb het nooit anders gekend als door. Dankjewel. En waarom zou het weg zijn gehaald, denk je? Ja, daar weet ik niet waarom dat weggehaald is. Daar geef ik geen commentaar op. Ja, ik vind voor de mensen zelf heel leuk dat het bankje wel weer terug is gezet. En voor de rest, ja, dat het weg werd gezet. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel mee gekregen. Maar ik vind het leuk dat ze weer hun eigen plekje hebben. Dat dan weer wel. Voor die mensen vind ik het keileuk. Ja, waar wordt het naar teruggezet? Daar naar die... Nee, het gaat daar naartoe. Oh, nou dat vind ik prima. Dat vind ik goed. Of het moest daar blijven of hier. Volgens mij zijn die mensen daar ook wel tevreden mee. Maar hoe vindt u het zelf nou dat het vandaag geplaatst wordt? Ja, ik ben blij dat we een hele goede oplossing gevonden hebben voor iets wat mensen zeer aan het hart gaat. En daar hebben ze zelf ook aan meegewerkt en iedereen er rondom heen. En in die zin ben ik heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. Maar ik moet er wel even bij zeggen, eigenlijk was dit de bedoeling dat Erik van den Broek dit zou doen. Hij is vandaag ziek, maar ik moet hem een heel groot compliment ook geven voor het feit dat hij ook gelijk de zaken opgepakt heeft om voor die mensen weer een goede oplossing te vinden. Dus ik ben eigenlijk in zijn naam hier om dit te doen.
Maar ik dacht dat eigenlijk de bedoeling was dat jullie met z'n tweeën zouden komen. Ja, klopt ook wel. Maar dan zou ik toch een beetje op de achtergrond blijven. En omdat Erik ziek is, doe ik het vandaag. Maar dan toch, hè, nog één vraag die ik heb. Is het niet een beetje overdone om met twee mensen uit het college hier aanwezig te zijn voor een bankje wat geplaatst wordt? Helemaal niet, want als ik zie wat dat bankje teweeg gebracht heeft en voor de mensen betekent, dan denk ik dat het heel goed is dat wij ook laten zien dat wij gemerkt hebben, dat we daar ook steken hebben laten vallen en dat we ook laten zien dat dit voor hun belangrijk is. En daarom zijn we ook aanwezig, dat hebben we ook beloofd aan de voorkant. Als we het voor elkaar krijgen met elkaar, zijn we er. En ik vind, dan moeten we er ook gewoon met elkaar zijn. Ik bedoel ook complimenten voor de mensen hier, want ondanks dat er stevig ingezet is aan de voorkant, hebben de mensen ook gelijk besloten om met ons in samenwerking op een positieve manier te kijken of we een oplossing konden vinden. En dat is met dit soort dingen altijd belangrijk. Als er een keer iets fout gaat, kruip niet weg, ga niet zitten mopperen, maar probeer met ons in contact ook samen. En dan zullen wij ook gewoon proberen om altijd dat positief te benaderen, om toch weer een oplossing voor dit soort zaken te vinden. Dankjewel. Ja, nee, niet te bedanken. Dat hebben we samen gedaan. Hè? Ja, dat is nog. Ik ben heel blij dat ik vandaag hier met jullie samen mag zijn in deze geweldige straat hier in het centrum. En het centrum zegt het al een beetje, het centrum is waar iedereen wil zijn en is ook de plek waar jullie willen zijn. In het centrum is wat te doen, in het centrum is wat te zien en dat is goed. Neem niet weg dat als het zo druk is in het centrum, er soms ook wel eens een beetje conflicten ontstaan. En soms ook door ons toedoen. Hè. We hebben te weinig beseft onszelf dat deze bank zo belangrijk voor jullie was. En voordat jullie het in de gaten hadden, was de bank weg. Dat moet zo niet, dat gaat zo niet. En we hebben met elkaar gesproken en we hebben ook gezegd, die bank die moet terugkomen. En we gaan met elkaar op zoek naar een oplossing, een plek voor het bankje. Nou, daar zijn we in geslaagd met z'n allen, met medewerking van iedereen. Ik zie iemand van de buitendienst, jullie hier, maar ook de wethouder die vandaag eventjes niet aanwezig kan zijn. Wethouder Erik van den Broek, die ook geprobeerd heeft van alle kanten om een goede plek te vinden. Wil ik toch even noemen, want ik mag nu weliswaar het lintje hier weer doorknippen. Maar het zijn vaak de wethouders die misschien in eerste instantie ook wel verantwoordelijk voor het leed. Maar in tweede instantie toch heel graag zoeken met jullie ook naar een oplossing. Dus ik wil graag beginnen om jullie nieuwe plek voor jullie open te maken. En ik wil iemand uitnodigen om dat samen met mij te doen. Wilt u dat samen met mij doen? Oké. 1, 2, 3. Ja! Komen zo gehoord het, en zullen ze nog nooit het bezocht. Als je nog nooit het magere josje gezien hebt, dan komt het door, weinig door de bocht. Als je nog nooit van de rode sloot gehoord hebt. Hoe zit het bankje? Ja, volgens mij zit er best veel comfort in. Het is een lekker bankje. Ik weet niet wat voor zit jullie eerst hadden, maar dit vind ik lekker zitten. Heerlijk zit hij. Ja, hij zit echt heerlijk. Ja. Dus het is niet alleen dat het teruggeplaatst, maar het is ook nog een heel goed bankje. Ja, zeker. En vooral je hebt meer steun in je rug. Ja. Oké. Okay. En kom je vaak hier? Iedere dag. Ja. Oké. Ja, jullie ook. Hey, de vorige keer hadden wij volgens mij met elkaar een chocoladebol op. Ja. En volgens mij gaan we er nou weer doen. Juist, met elkaar. Nou weer, dus om 2:30 bij jullie in het gemeentehuis. Ja. En dan lopen we dadelijk daar naartoe. En dan gaan we lekker een chocoladebolletje eten met elkaar en dan sluiten we het af. Carnaval, dan ben je nooit hier zomaar in het zuiden. Dan fietst je nooit hier zo over strot. Dan loopt er nooit door ons mooie centrum. Dan weet je niet voor de dommel in een god. Dan ben je nooit als Boxternaar geboren. Niet in Oost of in ons Brukelen. Dan ben je nooit als Boxternaar geboren. Dat kende ook. Nou ja, maar Mark, of tenminste burgemeester Mark. Ja, keurig. Nou, dankjewel namens onze hele groep. Ook met name Erik van den Broek. Die willen we hier heel erg bij bedanken. Frank Zoontjes willen we erbij gaan bedanken. Ik weet niet wat die is momenteel. Oh, daar aan die kant is die. Dankjewel. Stanny in ieder geval voor jullie medewerking. Iedereen die eraan meegeholpen heeft. Onze hartelijke dank. Het is een heel prachtig bankje. Dankjewel. Dankjewel. Als Boxter naar geboren, dan fietst er nooit hier zo over straat. Dan loopt er nooit door ons mooie centrum. Dan weet er niet waar de dommel in gaat. Dan weet er niet waar de dommel in gaat.